Plein 1944 in het centrum van Nijmegen mag er dan voor het oog heel aardig uit gaan zien. Voor mensen die niet zo mobiel zijn, is het plein een crime. Het is namelijk veel te hobbelig. Dat stelt de WIG, de werkgroep Integratie Gehandicapten. De natuurstenen tegels die na de vernieuwing van het plein zijn gelegd, liggen ongelijk en scheef en belemmeren dus de toegankelijkheid. Ja, absoluut. Kijk maar om je heen. Hier de tegels, die zouden vlak zijn. Maar er zitten zulke niveauverschillen in. En daardoor sluiten de tegels naast elkaar ook niet goed aan. En dan heb je opstaande randjes. Het is echt gevaarlijk. Wat zijn nou precies de problemen hier als je bijvoorbeeld met je rolstoel hier over het plein rijdt? Het is gewoon heel gevaarlijk. Je hebt allemaal kuilen. Ze sluiten niet goed aan. Ze zijn niet allemaal even vlak. En dan liggen ook allemaal van die geulen die heel erg ongelijk liggen met opstaande rand. Ik durf eigenlijk maar met mijn stavels, met mijn rolstoel, niet echt volle vaart eroverheen te gaan. Want ik word echt gewoon om de halve meter gelanceerd. Dus het is ja echt voor mij drie keer niks. Hoe vindt u dit plein om te wandelen? Hobbelig. En ik vind dat ik denk dat oudere mensen heel makkelijk zullen struikelen. En dat lijkt me dus niet fijn. Maar de steen op zich is wel mooi, maar ik zou hem niet gekozen hebben. Nee, voor mensen in een rolstoel is het ook niet zo fijn. Lijkt mij ook niet, nee. En ook niet met een scootmobiel en zo. En ja, het lijkt me geen fijne. Daar is niet over nagedacht van tevoren. Maar dat is altijd, hè. U kwam net aangelopen. Hoe vindt u het plein wandelen? Moeilijk. Vooral voor mensen die wat moeitebeen zijn, stel ik mij voor. Dus het is verbetering noodzakelijk? Ja, vind ik wel. Ja, mag best wel. Het is geen goede keus. Laten we het wel stellen. Het hobbelprobleem op plein 44 geeft de aandacht van enkele politieke partijen. Zo was er afgelopen zondag een rolstoelervaringstocht met GroenLinks. Ook de Nijmeegse fractie is bekend met het probleem en kaartte dat in oktober al eens aan de raad. Woensdagavond wordt de kwestie besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering waar de WIG ook zal inspreken. Nou, we hadden de wethouder Bert Frings, die was ook mee toen we afgelopen zondag een ervaringstocht hebben georganiseerd. En die gaf ook aan, ik ga het in het college bespreken, want dit is gewoon niet goed. Bagger was letterlijk de uitdrukking. En je kan niet anders constateren als je hier rondloopt, als je het rondvraagt. We hebben hier ook gestaan, gisteren straatinterviews gehouden. Alle mensen zeggen hetzelfde. Het is hobbelig, het is veel te ongelijk. Zeker voor mensen in een rolstoel, zeker voor mensen met een rollator. Die kunnen nog minder tegen allerlei kleine hoogteverschillen die ze moeten overbruggen. Dus het is gewoon niet goed. Nee, zijn er andere mensen die ook minder mobiel zijn die wel erger hebben meegemaakt waarvan ik gehoord heb? Ja, ik heb al gehoord iemand die echt bijna echt op de grond lag met de rolstoel. En ook zelfs geduwd werd. Dan word je geduwd, dan ga je de voorwielen vaak naar de grond douwen. En dan ga je juist nog meer het bevestigen dat je gaat vallen. Dus ja, en met rollators heb ik het ook al gehoord van dat het ook helemaal niet prettig loopt. Ook van de week ben ik met de politiek op stap gegaan. En dan hoor je het zelfs dat voetgangers het ook heel verschrikkelijk vinden lopen. Dus ja, eigenlijk iedereen die ik een beetje spreek vinden het niet prettig. Moet verbeterd. Zeker, absoluut. Ja, ik kom hier regelmatig wel doorheen, maar ik ga het nu helemaal ontwijken. Omdat ik dus gewoon er niet met de rolstoel makkelijk overheen rijd. En we hebben ook zondag nagedacht over een alternatief. Om een strook aan te leggen van 2 meter breed in de hele omtrek van het plein. Waar de tegels helemaal egaal zijn. En hoe je dat precies uitvoert is vers 2, maar zo'n strook moet er absoluut komen, op zijn minst. Je kan ook alles vervangen, dat lijkt me nog een stuk kostbaarder. En zo'n strook, daarmee heb je een soort tussenoplossing, dat er wel veiligheid is gegarandeerd. En dat, de veiligheid is gewoon het belangrijkste en de bruikbaarheid van het plein.